Nederland B, de VPRO. Eindelijk gerechtigheid. Ook kwaliteit krijgt B-tijd. En vanavond weer een ouderwets avondje VPRO. Rond 21:30 wanhoop en verlangen in Herenleed. Daarna muziek. In een van de erevakken in het concertgebouw staat de naam van Henriette Bosmans, Nederlands componiste en pianiste, overleden in 1952. Rond 21:45 een portret van haar onder de titel Uit een nabij verleden. Gevolgd door een uitvoering van haar concertstuk voor viool en orkest uit 1934. En nu Van Koten and the Bee. Audiovisuele overdondering op eenzaam niveau.